Dag allemaal. Ja, kijk, het is, we zien hier terug. Ik kom hier van het terrasje en ik heb een vriendinnetje mee. Oh, die moest meekomen omdat er nog iets van Vaderdag moest. In de frigo, ja. En nu is ze hier vandaag ook hier voor een dagelijkse update te doen. Hè. En natuurlijk met onze twee vriendjes, de Herbels, Temujin en Dexter, die naast hen aan het knabbelen zijn. En ja, dat zijn vriendjes, hè? Nee hoor. ja, maar ik ga het een beetje kort maken. Dus we zitten een beetje in terrassen. En ik ga direct weer. Hè. En Noor wil nog een keer een beetje spelen, zeker. Ja, Pepe? Ja. Ja. Zo. Dus ja, de korte update van vandaag. Ik heb iedere dag al kruisjes gezet voor de mensen die doodgaan van corona. En ik hoop dat een keer dat er geen mensen meer doodgaan, dat ik dan mijn laatste kaartje moet hebben. Hè. En kijk, het is al meer dan een jaar en je ziet hoeveel kaartjes dat ik heb. Hé. Zot, hé? Ja. God. Dus ja, en vroeger ging dat allemaal in een kerstboom. Ik noem dat de coronaboom. En vandaag, hé, vandaag moet ik ook nog een kruisje of nog een kaartje behangen. En ik zet dat dan allemaal op Facebook. En vandaag zijn we welke dag? Oh. Nu moet ik de dag terugvinden. Ja, gisteren was 10 juni en vandaag is het 11. 11 juni. 11 juni. En er waren 7 mensen. 7 kruisjes erbij. Oh. Zo. 3, 4. Ik moet goed kruisjes tekenen. 6, 7. Ah, eigenlijk moest ik jou de kruisjes laten tekenen. Oei, maar misschien moet je dan een keer terugkeren. Hè? Ook als er minder kruisjes zijn. Hè? Want er zijn er ook dagen geweest waar er heel veel mensen een kruisje kregen. En dat was eigenlijk niet zo leuk hoor. Dan duurde het filmpje ook veel langer. Ik ben 7 mensen en ik ben 7 jaar. 7 jaar, ja. En dan hang ik dat allemaal aan de slinger. De coronaslinger, of ik heb er eigenlijk niet echt een naam voor. Maar ze hingen wel in de kerstboom, maar de kerstboom heb ik toen coronaboom genoemd. En dat was een beetje zotjes dat ik toen was hoor. Maar, je kan hem al in de boom hangen. ja, maar ik denk dat ik verschillende bomen nodig heb. Dat is echt wel een heel lange slinger geworden hoor. Ik zou het hier helemaal moeten uitrollen. Dus ja, kijk. Dat is vandaag, ja. 7 mensen, dat is. Allee, 7 mensen die sterven, dat is helemaal niet leuk. Maar het is ook al. Allee, het is goed dat er veel minder zijn dan rond kerstmis. Toen waren er wel heel veel mensen die corona kregen. Hoeveel? Goh, ik denk. 11. 11, nee, er waren er meer dan 100. Dat was eigenlijk wel heel triest hoor. Hoeveel kruisjes heb je dan gezet? Ja, 100 kruisjes. Kijk, dat was in november. Zie je? Dat is echt wel heel veel, hè. En in het begin dat jullie thuis moesten gaan, dan waren er nog veel meer. Dan waren er echt bijna 300 per dag. Dat was echt heel, heel veel. Dus, allee, we zijn eigenlijk, het is bijna gedaan.
En dan gaat alles weer zoals normaal komen. En dan gaan we weer feestjes kunnen geven. En dan gaan we weer naar de kermis kunnen gaan. En dan gaan we, ja natuurlijk, binnen een goed jaar gaan we ons trouwfeest houden. Hè? En dan mag jij de ring komen brengen. Dus ja, kijk. Nog een klein beetje doorzetten. En dan is alles weer normaal. Leuk, hè? Dus verder blijven doen, amai, mijn haar staat recht. Zie je het nu ook? Allee, zeg mensen, tot morgen. Hé. En maak er nog een prettige avond van. Dag. Dag.